Het huilen staat je naar dat lachen. Dit moet een klap zijn voor de slechtje, denk ik. Ja, tuurlijk. Ja. Daar, geen woorden voor. Op dit moment is emotie hoog en is kloten, echt. Kijk toch naar de wedstrijd. Begin je op zich niet heel slecht, maar vooral een beetje voorspelbaar. Komt die 1-0, denk je, er moet een tweede helft goed komen. En dan begin je zo zwak in de tweede helft. Hoe verklaar je dat? Ja, inderdaad. We zijn nog tegen elkaar in de rust. Kom op. En twee nieuwe jongens. En ja, wat meer energie of zo. Maar dan ligt hij dan een halve seconde. Of wat is het? Een halve minuut of zo. Ligt hij er weer in. En dan weet je dat het heel moeilijk wordt. En dan vervolgens wordt het 3, 4, 5. Ja. Want dan zie je dat eigenlijk de hele... De hele selectie een beetje denkt van, De kopjes gaan omlaag en dan gebeurt het. Dan staat het achterin niet goed, komen er 3, 4 kansen en die worden eigenlijk allemaal benut. Het is niet alleen achterin, het is gewoon een collectief vandaag falen. En, voorin waren we ook niet goed en op het middenveld waren we niet goed, achterin waren we niet goed. Dus het is gewoon, we hebben met z'n allen verloren vandaag en dat is gewoon heel zuur. Dat is wat bijzonder, want Telstar was een soortgelijk team. Misschien iets minder goed, maar hadden wel hetzelfde spelbeeld, 5 verdedigers. Daar winnen we met 3-0 van en dan hier verliezen met 1-5. Hoe kan dat verschil zo groot zijn? Ja, ze speelden hetzelfde systeem, maar ik vond wel dat dat Oost dat wel wat beter onder de knie had. En, maar hoe verklaar je dat? Ja. Als ik dat nu zo snel wist, dan hadden we het in de wedstrijd nog kunnen gebruiken. Maar ik weet het niet. Dan moeten we koppen bij elkaar steken en kijken. Dat is 3 nederlagen in 4 wedstrijden. Dan moet je nou naar de beker tegen Fortuna. Kun je dat nou wel bij hebben? Ja, ik ben alleen maar blij dat er snel weer een wedstrijd is. Dan kun je dat zo snel mogelijk vergeten. En donderdag moeten we het gewoon herpakken en ook thuis. Dus het gewoon vol aan de bak en hopen die nederlaag snel te vergeten. Zelfs stond jij een beetje op een eiland, althans ik heb jou niet vaak een balbezit gezien. Maar is toch, ik blijf me... Natuurlijk. Ik kom niet echt los in wat ik kan. En, dat is frustrerend. En, daar baal ik wel van. En dan lijkt jij mij wel een persoon die daar wel echt van kan balen de volgende dagen misschien. Ja, tuurlijk. Dat gaat nog wel even het hele weekend door mijn hoofd, in mijn hoofd zitten. Wat ik zeg, maandag moeten we gewoon weer fris in het hoofd zijn, want donderdag is die wedstrijd. En dan moeten we gewoon vol aan de bak. En, weet je, gewoon strijd leveren en dan zien we wel. We zullen het zien, dankjewel. Sterker. 1-5 thuis, is de enige manier waarop jij deze nederlaag kan verklaren? Nee. Ik heb daar nog geen verklaring voor. Ik heb heel veel dingen gezien. Vooral dingen niet goed zien gaan. En ik denk dat het op een gegeven moment ook geen voetbalkwestie meer is. Maar meer een mentale kwestie. Ja, dat is duidelijk te zien. Na de 0-3 is het wel een beetje op bij jouw spelers. Maar in de rust lijkt er nog niet heel veel aan de hand. Oss is niet zo heel sterk. Jullie ook niet. Maar op zich lijkt er geen reden om je echt zorgen te maken. Dan sta je een half minuut in het veld. Staat er 0-2. Heb je eigenlijk de hele rust... Voor niks lopen praten, denk ik. Ja, we hebben in de rust 2 wissels gedaan om toch wat meer voetbal te krijgen. En de eerste helft hadden we misschien wat meer balbezit en tot de 0-1 die vanuit de omschakeling komt, is er niet zoveel aan de hand misschien. Maar ben je ook weer voetballend niet goed genoeg, niet scherp genoeg. En de 0-1, volgens mij hebben we in de eerste helft ook nog wel 2 kansen gehad vanuit de omschakeling om al 0-2 te maken, kom je nog goed weg. Nou, de wissels in de rust die plaats je om, om wat te creëren weer. Ja, en als je dan direct een minuut na rust de 0-2 tegenkrijgt uit die vrije trap die genomen wordt. Vervolgens een eigen doelpunt volgens mij. Een minuutje of 5 later de 0-3 binnenkrijgt. Ja, dan zie je wel dat er in de ploeg iets knapt. En dan voel je wel dat het een hele pijnlijke avond gaat worden. We zijn nog wel met 3 mensen achterop gaan spelen om met Mike en Okita aan de zijkant te spelen en daar nog iets mee te forceren met het risico dat je dan nog meer ruimte weg gaat geven en de score hoger op kan lopen. Dat probeer je dan, maar
ja, eigenlijk wel een beetje tegen beter weten in. Ja, je had over de wissels die je in de rust had gepleegd. Daar moest ik een beetje bij fronsen, want Van den Berg en Sturing zijn twee defensieve spelers. En Roman die ging eruit, is een aanvaller. Wat was precies jouw gedachte daarbij? Nou, de gedachte was dat we met Jozef aan de linkerkant wat dieper wilden spelen als Leroy. En we wilden met Frank Sturing aan de rechterkant wat meer weer voetbal krijgen in de opbouw van achteruit. En aan die kant met Guus Joppe. Nou, daar lagen in de eerste helft de mogelijkheden, maar werd dat gewoon niet goed uitgespeeld. En daar wilden we de tweede helft wat forceren. Door Asjebar in de voorste linie te zetten. Probeer je dan, de ruimtes waren klein en Ole is toch een speler die wat meer ruimte nodig heeft, die wat diepgang heeft. Ja, vandaar de wissel aan die kant en met Jozef daarna nog met spelervatting eventueel wat meer lengte te brengen. En dat gaat allemaal overboord als jij in 5 minuten na rust 2 goals weggeeft. Dan knakt er mentaal iets in je ploeg en dan kan je nog doen wat je wil. Maar dan wordt het dweilen met de kraan open. Nemen die spelers kwalijk dat ze naar de 0-3 niet zoveel zin meer in hadden? Nou, weet je wat ik het ergste vind? Kijk, we winnen samen, we verliezen samen. Uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor het resultaat. Zo simpel is het. Ik vind wel dat we elkaar in de steek gelaten hebben vandaag. En dat doet het meeste pijn. Want je werkt de hele week. We hebben vorige week bij Telstar een prima uitslag neergezet. Ik heb vorige week een ploeg gezien die voor de overwinning streed. En nu heb ik te veel dingen gezien waarvan ik zeg, dan laat je elkaar in de steek en dan dat is niet goed. Het meest opvallende vind ik ook dat het exact hetzelfde basisstel was als vorige week toen ze best een goede wedstrijd op de mat zetten. Is dat de wisselvalligheid die nog echt speelt bij het team? Nou ja, dat is iets wat meespeelt waarvan je zegt van, we hebben vorige week een prima wedstrijd gespeeld in IJmuiden. Daar wil je misschien op voortbeduren en dat goede gevoel vasthouden en zo die wedstrijd gaan spelen. Nou, en als dat vandaag waren er gewoon te veel spelers die dan niet thuisgeven, dan heeft dat ook geen effect natuurlijk. Dus kijk, weet je, we denken overal over na. Telstar speelde ook in de 5-3-2 wel minder voetballen dan Os, dat wisten we. Alleen voor de voetbal van Os hoefden we tot de 0-3 eigenlijk niet bang te zijn. Wel voor de omschakeling, en dat weet je ook. Dan heb je volgende week 2 wedstrijden, wel weer voor de beker. In hoeverre past die wedstrijd in het herstel van de ploeg om weer een goede selectie op de bank te krijgen? Voor mij heeft het helemaal niks meer met herstel te maken nu. Het gaat meer om, je moet in de kop fris worden. En het zijn 2 thuiswedstrijden, het zal hartstikke moeilijk worden. Aan de andere kant... Tegen Fortuna kan je misschien vanuit de underdog-positie misschien voor een stunt zorgen. En dan ben je daar gelijk weer bovenop. Wij moeten zorgen dat we in ieder geval voor Fortuna de frisheid in de ploeg krijgen. Dat ze durven te strijden voor elke meter. Dat ze willen strijden voor elke meter. En als we daar een resultaat kunnen halen, dan ziet de toekomst er weer heel anders uit. Dus dat wordt keihard werk. Dat is duidelijk. Dankjewel. Ja. Okay.